Zandtom. Dat is Klepves. Dat is Pieterman. Dat is Tongschar. En hinter Weitink. En waar is de kabeljauw? De kabeljauw mag niet meer gevangen worden door de Belgische schepen vanaf 15 november. Zowel in de Noordzee of in de Zevengebieden. Dat is eigenlijk, laten we zeggen, een feit dat eigenlijk niet kan. Hè. Die kabeljauw zit in je net. En volgens de NG-regels moet je dat terug overboord zetten. En als het niet zo zit voor de bemanning, laten we zeggen, hun gemoed gaat ook naar beneden. Hè. En ook vissers dan de sector verlaten, dat het niet moeilijk kan kunnen, dan voor die kabeljauw ook maar terug overboord te zetten. Hè. Dus eerst en vooral dus is de prijs. Het is altijd iets duurder als er een vangstbeperking is. Dan moet je uitwijken naar andere invoer, laten we zeggen Noorwegen, Denemarken. En voor de consument dus ja, duur is niet echt goed. Hè. Want de mensen hebben altijd een bepaald budget. En het is niet omdat de vis dan duurder wordt dat het budget groter wordt. Dus het, in feite verkoop je minder in volume. En mensen stappen over op andere soorten. De middelste, niet de allergrootste. Dat kun je niet meer hebben. Ja, maar ik vind dat er een ander vis genoeg is dat goedkoop is. Nu voor het ogenblik is de tong heel goedkoop. En ik vind dan persoonlijk zelf moet dan tong eten en geen kabeljauw. Want de tong is toch een hele lekkere vis. En dus voor het ogenblik is het dan beter van tongsjes te eten of kabeljauw. Ja. Maar kabeljauw is nog altijd. Hoofdvis is nog altijd kabeljauw en tong, ja, dat gaat er niet uit. He. I will tell you, I will tell you. Basically, it's all going down and further down. At the end of the day, when it comes to the Fisheries Council, only one group is heard. And that's the fishermen. And although we are, you know, we're inundated with these images of fishermen throwing these fish overboard, to start with, they shouldn't be catching this fish. So they're catching these fish that they shouldn't be catching, and because they have a quota limitation, they throw it overboard. And our argument is, in the first place, the stocks are not doing well enough for you to land this fish or to even catch this fish.